Beste pioniers, eerst mijn complimenten voor jullie filmpje. Helemaal toppie hoor. Maar, hebben jullie er wel eens over nagedacht? Dat er een niet te verwaarlozen onderlaag in het peper- en zoutpotentieel zit. Die liever niet zo ver van huis gaat en zo lang. Juist, ik heb het hier over de dames die dagjes willen pionieren in eigen land. Voor hun heb ik een megatip. Bent u al eens in Ponypark Slagharen geweest? Ze hebben de ponies eruit gehaald en omgewisseld voor afgedankte connies uit de showbiz. Ik weet het uit de eerste hand, want ik zit op lijndansen met Beb van Slagharen. Zij is getrouwd met de kamer van het ponypark. Dus haar man zei, denk nou eens na over een stukje peper- en zoutvriendelijk ponypark. Ik dacht, dat kan niet, want al mijn vriendinnen hebben een bloedhekel aan alles wat met ponies te maken heeft. Totdat ik op een artiestenbeurs tegen een partijtje uitgemarcheerde connies aanliep. Dan denk ik daarbij aan Connie Vink, Connie Vonk, Connie van de Bos, Connie van het andere bos, hoe heet ze ook alweer, Connie Palme. In elk geval zei ik tegen mijn man, ik heb het. We kopen de hele boel op en we zetten ze in een experimenteel rijtje. Mijn man ging schoorvoetend akkoord, maar het was meteen een succes bij de peper- en zoutgroep. De dames stromen uit het hele land toe om Connie Vink te aaien en haar een stukje brood te geven. Tja, dat vinden ze toch leuk. Connie Palme hebben we apart moeten zetten, want ze bijt. Jammer dat er zulke lange rijen voor het Connie-rijen staan. Want vooralsnog laat alleen Connie St. Clair zich bestijgen. Ga ook eens kijken, want het is echt lollig in Connie Park Slagharen. Maar neem wel oud brood mee, want dat vinden de Connies lekker. Doei!